Lize, wat wilde jij zeggen voor de camera? En wat vind je van mijn parkeerskills, gast? Mijn parkeerskills? Ja. Ik was te haast, hè. Heb jij er zin in, Lize? Ja, super. Ja, oké, dat is kei goed. Simon, zeg Simon, wat verwacht allemaal? Nee? Dat is de bagage dat hij niet kan meepakken. En dan pak je dat hier in. Ai, lelijk. Simon, wanneer is onze vlucht precies? Om 48, hopen. Hopen, want wie heeft er al getaard? Mijn vriendin en Louis. Ze hebben al 12:50. Ga je vriendin dus? Weet je, of mag je niet zeggen? Mocht dat niet zeggen? Mag je niet zeggen dat ik er niet aan moest. Ja, en hoeveel tijdsverschil is met je vriendin? 3 uur, dat gaat niet gaan. Nee. Gaat je kunnen spreken? Zij wat bellen op 2 uur, ik ook. Ja. Dat gaat niet. Dat lukt gewoon niet. Oké, uit. Peace out. Ben je van plan, Simon? Niks. Wel, die fles whisky die ga ik kopen. Jullie vinden dat geen goed idee, maar ik wel. Ik denk dat we die gaan sparen. Ik vind dat wel een goed idee. We gaan die sparen voor het juiste moment. Tegenslag of een positief moment. En dan gaan we ons volledig kilo drinken. Ja, ons bezuipen. Ons bezuipen. En dan gaan we dansen. En zuipen, heb jij dat nodig om plezier te maken? Nee. Nee, eigenlijk niet. En waarom zou je dat dan toch doen? Om mijn miserie te verdrinken. Miserie, ja. Miserie. Denk je dat het project gaat lukken? Ik denk als sowieso. Ja. Ja. Ja, omdat je Emile in je team hebt, of? Ik dacht eigenlijk meer aan Lize. Lize. Ja. Ja, ik zou dat ook denken. Ja, Emile, vertel een keer je overheersende gevoel toen je van de morgen wakker werd. Ik werd wakker om 4 uur, 's ochtends vannacht. Omdat ik too excited was. En wat heb je gekeken? Ik heb echt van de beach gekeken. Met Harry, de dekhengst. Dat is eigenlijk een klein beetje een idool van mij, Harry. Ja? Ja, ik ben eigenlijk ook zo echt wijven scoren. Ja, ik vind dat nu geen knappe, maar ik vind wel, ik snap het. Die heeft zo'n charisma. Ja. Beetje lekker. Een beetje. Schoon haar. Zaten ook naar de kapper aan? Dat het is zien. Het is redelijk gelukt. Hola. Nee. Dank u. Oké, Simon, wat zijn we nu aan het doen? We zijn aan het genieten in huis. Samen met Saiko. Ja. Saiko is eigenlijk iemand gaan die ons geld gaat naar de munten heeft hier. Ja. Ondertussen zijn we op zijn baby aan het passen, die hij als gast zien op film. Ja, ga lekker doen. Oké. Even om het contrast weer te geven tussen een lelijke Simon en een schattige baby. Ja. Het is scheetgeluidjes aan het maken, hè? Dag, dat is baby. Ingrid. Ja, Ingrid. En in, hoe oud is Ingrid? Hoeveel was het? 7 maanden. 8 maanden. Ja. En gaan we dat meepakken of niet? Ja. Dat is de bedoeling, hè. Dat is de bedoeling, hè. Dat gaat ik. She doesn't look very happy, hè. Nee. Het is wel een trucje, hè. Niet genoeg? Hey Lize, this is sexy cool. Zeg Lize, hoe vond jij je dag vandaag? Zijn jij moe? Ja. Had jij niet al helemaal geslapen? Nee. Dus ik zal even van onze dag vertalen. We zijn opgestaan. We zijn eerst naar verwachtingszorg. Nee. Ja. Nee, eerst. Nee. Naar de blinde school. Ja, dat is leuk. Wat hebben we daar gedaan in de blinde school? In de kantine. Wanneer zou ik klaar zijn, denk je? Eind juli? Begin augustus? Ja, ik hoop eigenlijk in 2. Ik denk dat eigenlijk ook wel echt.
Ik denk dat echt zo. Als je dat ziet. Ja. Ik denk dat. Dat is de laatste keer. Ja. Oké. Okay.